Ну, ведь как раз же идем. Waarschijnlijk is je aan het klimmen. Ja. Ja, daar is hij. We zijn bij een verlaten slagerij in Nederland. Moet er echt even uitkijken hier zo. Kijk dan. Holy shit. Dit is ook toch een... joh. Dit is gewoon hout. Kijk, zoals ik net al zei, dit is een slagerij geweest. Met appartementen denk ik erboven. Hier zien we al dingen van de slagerij. Kijk, groot slagerij. Want die kan op die platen lopen, toch? Kijk dan. Helemaal ingestort. Dit is bizar, joh. Ik weet niet of we verder kunnen. Het is echt, echt niet stevig meer. Echt niet. Holy shit. Hier nog een schoen. Ik zat het ook gewoon in, maar ik ben benieuwd hoe lang het al leeg staat. Ja, ik wil hier eigenlijk boven zien te komen, maar dat wordt echt een klus. Hey, Robert, hi. Nou, dit staat zo onstevig. Robert naar boven en dat zie je wel. Zo. Nee? Nee. Ik ga zo even kijken hoor. Ik wil er echt even zien. Is dat echt het inzicht? Ja, dat zag ik net. Ja. Er van allemaal stukken naar beneden. Holy shit. De meest onstevige planten foto is. Zo, iets te lang staan. Wat moet dat? Dames, ik ga nu even de trap op. Holy shit. Ik heb nog nooit zo'n onstevige pand bezocht. Vallen gewoon allemaal. Dit zit allemaal los. In ieder geval, we zijn wat verder. Hier hebben krakers gezeten, zover ik weet. Hier ligt wel een slipper die je niet tegen je hoofd wil hebben. Ook hier komt het gewoon weer naar beneden. Hier, kijk hier nog. Allemaal cassettebandjes. Nee, dat gaat echt niet goed. Hier, daar zien we al dat inzakt. Heel groot gat hier zo. Echt niet stevig hier. Shit, ik heb alles afgezet. Wow, yo. Ik heb die stoel daar ook liggen. Hier ligt nog een magnetron. Nou, in ieder geval, Robert heeft gelijk. We moeten niet hierboven lopen, want dat gaat echt fout. Ja, je kan daar, het ziet er wel stevig uit. We kunnen het proberen. We moeten even. Ja, die trap. We lopen weer verder. Hier hebben we een meterkast.
allemaal luxe appartementen geweest volgens mij. Kijk dit dan. Dit is een pakje kaas. Kijk dan hoe oud. Oh, het is weer vochtig, jongen. Hier zijn nog spullen. Zijn er nog spullen? Ivan, kom op. Zoals je hier kunnen zien, zat er een kinderwagen. Daar nog hele oude boeken of zoiets. Het is wel een heel vaag pand. Kijk, zijn niet geweest. Oh, dit zijn vloertegels, ja maar. Vloertegels. Wel heel vaag hoor, dat ding daar zo. Hier is de badkamer geweest. Ik loop hier al op de aarde, wat al heel verdacht is. En dan komen we nog wat verder. Zie je dit, dat is ook heel erg verdacht. En dan dit. Dit zijn kweekpakjes. Ja, dit zijn kweekpakjes, ja. Dus je hebt kans. Dit zal niet voor granen zijn geweest. Nee. Je heeft geen wietkwekerij gezeten, joh. Dan gaan ze ons zien, denk je, niet door die platen, nee toch? Hier een tafel. Maar dit zou ik echt helemaal niet tegen. Kijk dan. Dus ik kan het even aan jullie laten zien. Ik ga hier niet naar binnen. Maar dit is denk ik de derde verdieping van het gebouw van het stuk waar we net waren. Maar ik ga dit niet doen. Het is te zwak. Echt veel te zwak. 25/12. Ja. Oh ja, dit is van de slagerij. Sandwich, ja. Ja, wel leuk om de standen terug te vinden ervan, hoor. Er staan nog spullen. Vet. Ik heb deze borden die hier zo ziek liggen. Ja. Die heb ik op Maps gezien van 2008. Ja, dit is echt het gevaarlijkste gedeelte. En dit zag gewoon erboven. Oh, joh. Dit is echt. Nou, dit is dus de tweede verdieping. Alleen ligt hij op dit moment helemaal onderaan. Dus ja. Dit heb ik een krakenzink gedaan, dit. Zullen we dat vannacht iets nieuws uitproberen, staat daar. Oh, dit is wel kikken. Dit is echt hard. Bizar. We dachten corona weer, maar dat was niet zo. Kijk, dit is nog van de slagerij vroeger. Dit is zo'n, hoe heet het nou? Zo'n gehaktmolen. Ja, zo'n gehaktmolen. Oh, dat is wel mooi, dat, leuk dat hij er nog ligt. Hieronder is dus, ik denk, de kruipruimte of de kelder. Er liggen allemaal spullen onder en wij denken zelf dat er misschien iets van een wietkwekerij heeft kunnen zitten. Oh, het staat er echt aan. Het is wel smal, man. Beter iets dan niets, toch? We moeten er ooit overheen.